Hello my friends. Ik heb een schorre stem, want ik heb godverdomme een week lopen plerren in een tentfeest. Nou echt, niks voor mij. Maar het was tentfeest in mijn dorp, dus zo leuk. Zo goud. Zo geweldig, want je ziet je hele basisschool lopen. Opeens kom je iedereen weer tegen. Fucking gezellig, fucking grappig. Je familie, mijn nichten, mijn ooms en tantes, noem het maar op. Helemaal leuk. Maar goed. Het is maandagavond. Ik heb vandaag niks gedaan. Dat is niet waar. Nu haal ik mezelf naar beneden. Ik werd laat wakker door de tent. Maar toen dacht ik, I got this week. Dit wordt eindelijk weer even een beetje ritme in het leven. Want ritme was weg vorige week. Ik heb video geëdit. Ik heb heel veel op mijn laptop gewerkt. Ik heb gewerkt bij de apotheek. En ik heb mijn kamer schoongemaakt en stof gezogen. Dus wat nou, ik heb niks gedaan. Dat is niet aardig. Maar goed, verder, dit is wel een beetje het einde van deze dag. Dus ja, morgen ga ik gezellig lunchen met mijn nicht en mijn oma. Daar heb ik heel veel zin in. Goedemorgen, vrienden en vriendinnen. Het is dinsdagochtend en het is bijna 10 uur. Ik ben zelf aan het klaarmaken. Ik wil om 8 uur opstaan, maar ik kon gisteravond gewoon niet slapen. Gewoon niet. Oh, dus toen sliep ik echt pas om 2:30 en toen werd ik dus net pas wakker. Helemaal kut. Ik wil zo graag ritme opbouwen, want volgende week begin mijn stage wel. Maar ja, ik ga niet in 1 week een ritme kunnen opbouwen. Dus dat is top. Maar goed, we gaan er best van maken. Ik ga nu even omkleden, heb ik al gedaan. Ik ga hem even opmaken, want mijn hoofd is niet zo best. Alright, ik heb me een beetje opgemaakt. Ik heb het geprobeerd om een beetje gewoon een beetje natuurlijk te houden. Want ik ben al die plamuurlagen weer zat en ik wil er niet aan gewend worden. Ik heb deze outfit aan. Ik heb een topje aan van Shein. Dit vet leuke jasje van Naked. Broekje van The Sting. En schoenen van Goods & Gusto volgens mij. Ik weet het niet meer. Lang geleden. Maar dit is de outfit of the day. En ik ga gezellig lunchen met mijn nicht en mijn omi. Nou, ik ben gezellig aan het lunchen met mijn omi. En met Lian, mijn nicht. Helemaal gezellig. Je hebt lekker brood carpaccio. Oma heeft lekker kroketjes. En ik heb biefreefjes. Nou, eet smakelijk. Ik ben inmiddels terug van het lunchen met mijn nicht, Lianne en oma. Het was echt zo super gezellig. Ik doe het echt veel te weinig. En ja, dat soort dingetjes schieten er zo snel bij in. Maar het was zo gezellig en zo leuk. Lekker bijgekletst. Ik heb net even vlog edit. En ik ga nu naar werk. Laatste keer apotheek. Ik ga stoppen bij de apotheek. Dat ik ga stage lopen en daarna ga ik afstuderen en ga ik gewoon YouTube doen. Dus ja, best wel raar. Ik ga gewoon stoppen bij de apotheek. Ik heb er zo lange tijd gewerkt met veel plezier. Was echt chills bij me nooit. Ik ben namelijk bezorger bij de apotheek. En nou, het is gewoon heel erg chill daar. Dus ik heb er wel een soort zin in. Alrighty, ik ben terug van werk. Ik heb dit gegeten. Het is gewoon al donker. Het is nu 9:45. Het is best wel laat. Ik ga nu naar Stan op de scooter. Het is echt tering koud, denk ik. Ik weet het niet. Dus ik heb hem maar gewoon dik aangekleed. En ik heb mijn spullen gepakt. En ik ga zelf bij Stan slapen. Morgenochtend moet hij wel werken om 6 uur. Maar dan ga ik doen. Vlog editen en zo. Daarna gaan we misschien even naar Alfa. Want zijn broertje die wil een nieuwe laptop kopen. Dus ga even mee. En ja, even kijken wat de planning is. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Ik heb vanochtend de weekvlog geëdit. Online gedaan, geüpload en wat belangrijke dingen voor samenwerkingen gedaan. Ik ben nu bij Stan en we gaan dus met zijn broertje meteen even naar de mediamarkt. Want hij wil een nieuwe laptop kopen, dus wij gaan gezellig mee. En we gaan zien wat we gaan doen. Vanavond ga ik naar Anna en Marel. Dat zijn 2 schoolvriendinnen die ik echt al heel erg lang heb gezien. En we gaan gezellig eten bij Anna, want Anna die woont sinds kort in Amsterdam. Nou,
Dat is ook alweer een tijdje en ik wil graag haar huis zien. Gaan we gezellig sushi bestellen of zoiets, kijk wel. En ja. Dus leuk, helemaal zin in. Nou, zitten nu in de auto bij de McDonald's. Ik heb lekker een McChicken en een cappuccino. En vanavond ga ik ook nog sushi eten met Anna en Maral, dus ik ga niet te veel eten. Nou, ik ben bij Anna in een leuk huisje. Hallo. Met Marelli. Ah. En we hebben lekker sushi besteld. Echt heerlijk. Gyoza. Oh, maar die ruik je al. Oh, wat top. We hebben een lekkere box. Ja, ik moet het echt schuren. Ja. Oh. Ja. Nee, ja, ik dacht dat er drie in zaten. Oh. Nee, er zijn er wel zes maar groter. Ja, nee, ja, het zijn er zes maar groter. Oh, zo. Dit ziet er goed uit. Ja, het ruikt ook echt lekker. Ja, dit is dus heel goedkoop. En lekker. Mr. Sushi ja. Hebben we toch? Oeh, yummy. Zo, het is inmiddels alweer 10:30. Ik ben nu onderweg naar huis. Eigenlijk naar onderweg de stand. Het was echt zo super gezellig. Ik heb het echt gemist met de girls. Ja, ik ken ze eigenlijk van het tweede jaar van mijn opleiding. En toen waren we echt super goed bevriend. We hadden samen uit en zo. We deden echt super veel. En door corona hebben we elkaar eigenlijk vet weinig gezien. Wat ontzettend jammer is. Want we hebben echt een leuke vriendschap. Dus ik vond het echt heel gezellig. Alleen ging we een beetje nog op tijd naar huis. Want Anna is dus al bezig met de stage. En ik ga van de volgende week stage lopen. Waar ik zoveel mogelijk probeer ga te vloggen. Maar goed. Ja, het was echt super gezellig. Anna woont dus nu op zichzelf in Amsterdam. Echt super leuk huisje. Dus echt heel erg leuk. Maar goed, ik ben nu met het OV naar huis. Het is ongeveer 50 minuten reis van mijn huis naar Amsterdam. Wat ik normaal elke dag deed. Dus ik vind dat best prima. En ja, ik heb ook wijn op. Dus ik zou sowieso niet eens kunnen rijden. Maar het was echt super, super gezellig. We willen echt gewoon elkaar nu wel even één keer in de maand of zo zien. Want dit sloeg echt nergens op. Dus dan kom ik me daar ophalen bij mijn bus altijd dicht bij mijn huis. En mijn trein die komt echt pas over 10 minuten of zo. Oh nee, 5 minuten half. Dus dat zit er over te overdrijven. Morgen, ik zou dus eigenlijk vandaag mijn nagels hebben. En ik kan niet tegen nagels die uitgegroeid zijn. En ik vind dit dus vreselijk. Maar nu kan ik dus pas volgende week zaterdag onterecht. Want ik dacht dat ik het morgen had. Maar ik had het dus eigenlijk vandaag. Dus dat is gewoon super dom. Maar ik ben zo druk in mijn hoofd. Ik vergeet het gewoon elke keer. Morgen ga ik niks doen. Morgen heb ik in de avond heel leuk een Babyliss event. In de Westfield Mall of Netherlands. Van Babyliss. Van je haren, krullen, dit en dat. Dus ga ik een beetje tips en tricks leren. En de steltang onder de knie krijgen. Want ik... Iemand vroeg een keer aan mij van hoe krul je haar, maar ik doe echt maar wat jongens. Ik weet het ook allemaal niet. Dan ga ik gezellig met Nina heen en Fleur, zo en zo zijn er ook allemaal zijn, dus dat is gezellig. Dit weekend heb ik verjaardag van Esmee, superleuk. Dan een beetje de planning. Niet heel bijzonder, maar wel allemaal gezellige dingen. Superleuke week in ieder geval komt eraan. En volgende week begint het serieuze leven jongens. Dan moet ik gewoon 40 uur in de week stage lopen. Jullie gaan het serieuze leven, of ik ga het serieuze leven in en jullie gaan het zien. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe ik dat ga vinden, want het is lang geleden. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdagochtend. Ik ben wakker geworden bij Stanny Manny. Ik ga even lekker koffietje zetten. Koffiezetapparaat hier volgens mij is nog steeds stuk. In ieder geval, hij doet het heel af en toe, maar ik ga de gok niet wagen. Dus... wat we hier hebben, is dit pumpkin spice latte. Ik vind daar niet echt naar pumpkin spice latte smaken, maar het smaakt dan gewoon naar een lekker koffietje. En dit bevat maar 68 calorieën, dus dat is echt vet weinig. Dat is nog minder als een normale koffie, denk ik. Al zou je normaal koffie maken en zo, daar vermaak. Oh. Oh, lekker plakje geworst. Ja. Ga dat even maken. En ja, ik ga vandaag lekker chillen. Laatste dag dat ik met de stand kan chillen. Vandaag ga ik lekker dagje chillen. Ik denk dat ik lekker Temptation of zo met hem ga kijken. Of ik vind die schroef is soms zoiets leuks.
Komt helemaal goed. Alrighty, het is inmiddels een tijdje verder. Ik heb gedoucht en opgemaakt voor het event. Babyliss event dus. Ik heb dus een leuke jurkje aan van Naked. En daaronder heb ik een, gewoon een leren broekje. En deze leuke hooglaars van, volgens mij, Comfit Fashion. En ik ga even kijken wat voor jas ik erop ga doen. En ik moet eigenlijk even snel mijn haar feunen. Maar bij het Babyliss event gaan ze dus ook je haar doen. Dus ik wil niet er te veel mee doen of zo. Jeetje, wat is het donker. Holy guacamole. Nou jongens, we zijn aangekomen in de mall. Ik ben hier natuurlijk al een keer eerder geweest. Maar dat was van tijdens corona, toen eigenlijk alles dicht was. Een beetje afspraak. Toen was het ook nog niet helemaal af. Dus het is echt leuk om het nu te zien. En we zijn nu onderweg naar het event. Het is echt tering ver lopen, want we zijn bij de verkeerde parking. Maar ja. Ik wist niet dat, aan deze man. Ik wist niet dat het zo groot was. Het is eigenlijk echt niet normaal mooi. Ja, heel mooi. Echt vet. Ja, love it. Nou, we zijn nu op het event. Echt midden in de mall. Echt wat leuk. En we zijn nu foto's aan het maken bij de fotobooth. En ik heb echt een ontzettend gaaf tank gekregen. Dus ga ik zo meteen even naar kijken. Zo, dit is echt het perfecte licht. Dit is het licht wat je moet hebben. Ja, inderdaad. Ik wil deze lamp thuis wel. Zo ziet het eruit. En meiden, we hebben een leuk tangje gekregen. Leuk. Nou, helemaal leuke foto's gemaakt. Heb ik het al laten zien? Ja, ik heb het al. Nee, je filmt het daar. Je oh, ja. Niet oh ja. Nou, helemaal leuk. En meiden, blij? Blij. Het lijkt net sterrenhemel. Zo een beetje. Nou jongens, we hebben net echt een ziek. Lekkere mukbang opgenomen. Echt top. Van Fat Fails. Echt, het is een beetje een overgebleven rotzooi. Maar het was echt niet normaal lekker. Maar gaan we nog even naar brengen naar Stan of naar Dan. Ja, want... anders is het wel zonde. Ja, maar hun hebben ook allemaal gegeten. Oh, ik denk zeg voor je camera. Ah, joh, boeien. Kan je dit trouwens moeten ja. Ik voel dat het net was. Je krijgt sowieso mensen die dus allemaal zeggen, ik laat het allemaal weggooien. Mee. Weet je wel? Ik zeg, Afrika hebben ze niks. Nee, even opnieuw. Dus oké, okay, ja. Maar het event was gezellig. Ik denk niet dat ik mag wel. Nee, dat gaat nee, de in. Mensen van het event ja, denken echt van... Ja. Nee. Okay, even opnieuw. Kut. Die het event was gezellig. Dit nee. Is veel te ingezien. Jij moet, nee, die kan het niet. 3, 2, 1. Het event was trouwens echt super leuk. Het was echt leuk, want ik heb dus een ziek mooie steltang gekregen. Nee, krultang. Wacht, ik ga hem even uitpakken. Ja, doe dat even. Unboxing. Zal ik hem pakken? Ja. Ik ben heel benieuwd. Waar is mijn tasje nou? Ja, kunnen we dit niet beter eerst even opruimen? Ja, we gaan, ja want we kunnen hier even... even oké, okay, we gaan dit even opruimen en dan ga ik even de tang laten zien, want dat is echt ziek mooi. Kijk, ik ben dus de hele tijd niet scherp. Nee. Nu pas. Maar hier ook weer net. Jongens, ik ben al een tijdje thuis. En ik wilde dus net een krultang kijken. Zie ik dus dat ze me de verkeerde hebben meegegeven. Dit is een met een klemknijp ding. Maar ik wil er een zonder ding. En wat groter voor Beachy Waves. Maar ik ga even kijken of het mogelijk is om dit te kunnen ruilen ofzo. Want ik heb al zo'n krultang. Dus I hope so. Maar ja, anders is het wel chill. Want dit is dus wel een draadloze. Een draadloze krultang. Dus dat is echt vet, vet chill. Het is inmiddels 2:30. Ik heb vandaag 2 video's gefilmd met iets. 1 over dat we ons DNA gaan testen. Wat super spannend is. Waar we nog geen resultaat van hebben natuurlijk. Want we moeten nog naar het lab gestuurd worden. Dus die komt binnenkort online op mijn YouTube kanaal. Stay tuned. En we hebben een McDonald's mukbang opgenomen. The good old favorite mukbangs die jullie willen zien. Om 4 uur ga ik lekker sporten met Nien. Dus dat is super chill. En vanavond gaan we uit eten met Nina en haar vriend en met Stan. Super gezellig. Bij het Leeuwtje. Favorite restaurant ever. En ja, leuke dag. Zometeen ga ik even omkleden en zo. Maar ik ga nu eerst proberen zo snel mogelijk te editen. Nou, ik ben zo productief bezig. Ik ben al klaar met het editen van de video. Ontzettend chill. Ik ga me nu snel omkleden. Voor het sporten. Ik ga lekker sporten met Nien. Met Nini. Oh, mijn kleine schatje patatje. Ik praat alsof het een huisje is, maar het is gewoon bestie. Ik ben helemaal ready om te sporten.
Ik heb dit superleuke setje aan. Van Stronger. Van de bovenkant. En hij heeft zo'n split hier aan de achterkant. En dat vind ik zo leuk. Ik heb nu namelijk een beetje een volle McDonald's buik. En dan voel ik me niet chill echt in een trop te lopen. Dus nu is mijn buik weer een beetje bedekt. Maar er is wel een beetje vorm in door die split hier. En een broek heb ik van AIM. Top. En sport BH. Mooie sport BH gewoon. Is van Stronger overigens, mij van de Monica Geus collectie. En dan komt niemand ophalen. Ik heb mijn spulletjes. Helemaal productief. Helemaal leuk chill dagje. Dus helemaal chill. Alright guys. Ik ga nu de krultang die ik gisteren heb gekregen. De draadloze krultang. Gebruiken. Ze hebben me dus de verkeerde gegeven. Maar ik dacht zoiets van ja, whatever. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga het gewoon hier omheen doen, zeg maar. Dat je niet die clip gebruikt. Ik wil het even een beetje snel doen allemaal. Want ik heb helemaal geen tijd meer. Ik heb nog maar een kwartier. Dan moet ik eigenlijk in de auto zitten. Dus ik hoop dat het een beetje snel gaat. Ik weet ook niet hoe lang ik dit moet doen. Of... oh, dit is natuurlijk super dom. Ik ga het wel even een keer met die klem proberen. Dan kan je dus gewoon zo. Zo. Echt best handig. Wacht even. Dit klopt niet. Zo. Zo. Dit is eigenlijk niet zelf vasthouden. Oh nee, wat doe ik nou weer? Oh, ik ben hier dus zo geen koningin in. Ik ben helemaal geen prinses in het krullen van mijn haar. Oh, dan komt hij er wel beter uit. Dat ga ik denk ik doen. Lekker zo hier omheen. Wikkelen. En zo. En dan een beetje draaien nog. Hatsie. En dit is gewoon draadloos. Dit is toch te ziek. Dit kan je gewoon dus overal gebruiken. In de trein, in de vliegtuig, op een feest. Whatever you want. Zo je denkt, oh, er komt wel lekker krulletje uit. Zo je denkt, zo, ik moet echt mijn haar bijwerken. Nou, het kan allemaal. Nou, ik ga vanavond niet meenemen naar het eten, want zo bijzonder is het ook weer niet. Ik vind het echt ideaal. Het gaat ook echt super snel. Ik ben benieuwd hoe lang ze blijven inzitten. Want ik ga wel met de fiets. Omdat ik ga drinken. Dus ik ben benieuwd hoe lang ze maar dan de krul blijft zitten. Maar ik wil het ook wel. Ik wilde eigenlijk een beetje de wavy beachy look. Weet je wel. Dus op zich maakt het niet uit. Als het iets hier een beetje uitzakt. Nou, ik ga dit nu proberen een beetje af te maken. Oké, ik heb het net een beetje gekruld. Het is nog een beetje een harde krul. Maar ik laat het erin omdat ik natuurlijk nog op de fiets ga. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe lang het gaat blijven zitten. Mijn film. Ja, Stanny mag in mijn beeld. Oh. 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 Ik ben op een date met mijn vriendin. Ja, wij zijn samen op date. Ja. We zijn lekker met bij de boys. Het leeuwtje. Ja, we zijn met de boys. En de boys gaan we even filmen. Ik ga Daan even voorstellen aan de vlog. Want ik heb het altijd over Daan en Nina. Maar dit is Daantje, mijn schatje Patatje. Het is Stanny Pony. Stanny Pony. We hebben lekker eten besteld. Het is echt al 9:30 bijna. Ja, we zijn een beetje laat gaan eten. Maar dat is gezellig. Ja, dat is leuk. Bier is op, wijn is op. Wat gaan we dat bestellen? Dat betekent nieuwe drank. Dus we hebben echt wel heel lekker. Zet in de comments welke drank. Ja, zet in de comments welke drank. Dat heeft geen. Doe je dat de volgende keer? Ja, de volgende keer. Zet in de comments welke drank. Ah, ik vind het echt leuk. Dat is echt mee bedenken aan content. Ja. Wat zegt hij? Ik ben. Ik zeg kom een keertje zuiden bij ons. We hebben een seaside
visplatter met allemaal kreeft en... Seafoodplatter. Seafoodplatter, ja. Ja, met allemaal soorten vis, en een vleesplan. Ja. Met z'n vieren kunnen lekker delen. Ja. En vooral hadden wij oesters en carpaccio. Dat was echt lekker. Oh, was goed, maar we moesten ook niet te veel nemen, want strak wordt het heel veel. En ik heb trouwens mijn haar. Ik had jullie geüpdate. Maar ziet er nu dus zeg maar zo uit. Zo. En ik ben op de fiets geweest, hè. Maar nu is het gewoon lekker een beetje volume. Dus dat is eigenlijk wel, nou, wel mooi. Ik zit nog in een nieuw wijn. Een nieuw vino. We gaan nog één wijntje doen. Dan gaan we over naar de cocktails. Ja, ik neem een strawberry mojito. Ik neem een gin tonic. Een roze gin tonic. Rose. 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 Oh, ik vind wijntjes zo leuk. Ja, ik vind het helemaal verliefd. Ik vind Stan niet leuk. Weet je wat we gaan doen? We wisselen even boyfriends. Ja, we gaan even... Is Stan niet leuk ook wel? Ik vind Stan wel leuk. Zij zegt, ik vind Stan niet leuk. Ja, dat bedoel ik. Maar hoezo? Nou, ik zeg, oh, ik vind Daantje zo schattig. Dat hij helemaal gaat meedenken over de content van... Zij, ik vind Stan niet leuk. Dus we wisselen van boyfriends. Content, jongens. Oei. Oei. Jongens, die mukbang die wij hebben opgenomen, die is zo grappig. Jongens, we hebben zo lekker eten. Hier een vleesproeverij en hier met vis en oh ja. Een beetje vlog. Ze spreekt een beetje vlog. En vlog, hey vlog. Jongens, we hebben zo lekker gegeten. Jij bent slecht. Spreek een beetje vlog en vlog. Eén vlog. Mien, hoe lekker vergeten? Niet normaal. Het was zo goed. Jongens, ik raad het allemaal aan. Leeuwtje. Je mag wel. Ach, je kent het wel. Ik heb nu lekker een... Van het pété. Nu mis ik Anne, die kan zingen. Ja, ik mis ook Anne. Waar Anne, waar de fuck ben jij? Anne moet hier zijn, maar ze is er niet. Waar is ze nou? Dit is Stan. En Stan, die zei, wat zei die nou? Daar komt Daantje Banaantje. Oh, daar komt Dani Bananipani. Oh, top. Oké, we gaan dan binnen. Binnen zitten? Ja. Oh jongens, we hebben lekker een dessertplato. Woe! Lekker. Hele goede morgen allemaal. Waarom doe ik dit altijd op het punt dat ik van mijn afrit rijd? Want ik woon aan een drukke weg. En van deze afrit afkomen is kut achteruit. Nou, in ieder geval een hele goede morgen. Je zou je vast verbazen dat je denkt, zo. Jij was gisteren lekker aan het eten, lekker aan het drinken. En eet, het is wel 12:30. Maar ik ga naar de sportschool. Dus dat vind ik ontzettend goed voor mezelf. Lekker sporten met Nini, bal. En daarna ga ik lekker koffietje doen met de meiden, met Nien en Annie. Annie Pani heb ik lang niet gezien. Waarom zeg ik altijd, ja, ik heb gewoon de hele tijd dat ik Annie en Nini zeg, want ze zijn gewoon kleine schatjes. Ze zijn gewoon mijn schatje, dat is. Ja. Lekker sporten, helemaal zin in, helemaal in de fit girl life. Gisteren heb ik vergeten van mijn leven, maar maakt niet uit. Nou, daarom weet je, keep the balance. En vanavond heb ik het verjaardag van Esme. Want Esme is jarig. Esme is ook weer in Nederland. Jullie hebben Esme heb ik lang niet gezien. Ik ook niet. In ieder geval, ik had er vorige week mijn tent gezien, maar niet goed gesproken of zo. Dus dat is de planning voor vandaag. Super leuk weekend. En ja, ik heb een beetje haast, want Nina is er al en ik ben er nog niet. Het is inmiddels 3:00. Ik heb eventjes gedoucht. Even omgekleed. Ik heb het topje van Chiquelle aan. Deze broek van Naked. Schoenen van Naked. Ik ga even een koffietje doen met Anne en Nina. En ik heb alle spullen al mee voor vanavond. En voor... Oh god. Ik ben zo lomp. Ik laat dat alles 20 keer vallen. Echt vet mooi weer, by the way. Ik heb al mijn slaapzakken mee. Ik heb een leuke verjaardagskaart van Esme gemaakt. En die heb ik ook mee. Echt super veel zin in de verjaardag. We gaan lekker sushi eten. Oh, ik kan niet wachten. Helemaal zin in. Nou, de meiden zijn helemaal fliek.
Het is niet normaal. Ik heb dit superleuke jurkje aan, deze hakken. Anne heeft mijn haar gekruld. Ik heb de meiden make-up gedaan. Ja, het is echt helemaal leuk. En nu gaan we lekker naar Esther verjaardag. We gaan lekker sushi eten. Woe! Foto. Foto. Of toch wel even een timertje. Ja, doe maar timer. Werkt dat? Omi Bomi. Waarom wordt die opeens zo licht daarna? Hoe is het zo? Wat komt dat licht van mijn tas? Oh. Gozertje. Ja, heb jij voor wie is deze dan? Voor jou. En deze? Jongens, waar gaat al? Oh. Oh nee. Oh, oh my god, wat lelijk. Ja, en we waren op tijd en nu zijn we alweer te laat. Nee, we moeten nu echt opzitten. Nee, ik maak een filmpje. Jij bent weg. Jij zit helemaal erin. Ik, ja, maar ik ben er niet meer bij. Dan moet je die timer uitzetten, hoe de boer. Wat was dit? Nina neemt het hele beeld in beslag. Ja, hoe moet er dan aan klikken? Dat is toch niet erg? Je hoeft niet meer helemaal licht. Nou, klik jij maar aan. Nee, maar anders. Ik kan er niet bij, anders. Oké, doe maar. Leuk. Ja. Hey, let's go. Let's go to you with the mind. Wacht, doe eens de flitser aan. Ja. Nee, even gewoon je zak lang. Nee. Grapje, grapje. Nee. Grapje. Ik ben er niet. Ik weet het niet. Gewoon zak lang, jongen. Wacht even. Gaat ze filmen. Nee. Waar is dat? Ja, kijk jongens. Anne heeft een glas. Kijk, Anne haar glas. En dan gewoon zo, plop. Ze heeft gewoon een kan. Glas. Noah Amy is jarig, jongen. Wat de fuck, ouwe. We zijn trouwens op de 20 dinner van... Wat heb jij nou voor groen, chemisch spul? Oh, dit is niet waar. Oh, kut. Is er. Nou, jongens. Het is inmiddels alweer zondagavond. En ik ben niet scherp. Gisteren echt super leuk verjaardag gehad van Esmee. Heerlijk sushi gegeten, leuk feestje. Vandaag heb ik een super gezellig lunch gehad van een tante. De tante van Stan. Was echt super gezellig. En morgen begint mijn eerste stage dag. Ik ben echt super excited. Heel erg benieuwd hoe het gaat zijn. En ja, dat ga je allemaal zien in de volgende week. Nou. En toen was mijn camera leeg. Gaat allemaal weer lekker goed. Ik hoop dat jullie de vlog net zo leuk vonden als ik. Ik ga jullie up to date houden volgende week met mijn stage. En ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vond je de weekvlog leuk? Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. En vergeet je kanaal niet te supporten door op de rode knop te klikken. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei. Thank you.